Yo amigos, hier volgt het waar gebeurde verhaal wat ik meemaakte op mijn vakantie in Spanje. Ik reed over straat, even lekker toeren op mijn brommer. Lekker rustig haast had ik niet, en ik schakelde naar de drie. Maar opeens, fel licht begon te schijnen. Iets vreemds aan de horizon, en ik dook in het gaton. Het was bijzonder, het was echt wel een wonder. Ja, een UFO die kwam voor mij, jij. Oh, oh. Op dat moment kwam er een vent. Hij was groen en hij droeg een badpak. En hij pakte mijn hand. Oh, oh. Hij zei ga mee en ik oké. Op zijn hoofd stond een antenne. Hij liep door het bos en ik was de klos. En na een uur, een lange trip, kwamen wij bij zijn ruimteschip. Ik dacht ik ben een geweest, maar het bleek een groot feest. Het leek wel een droom, het was een grandioze disco. Groene wezens bij elkaar, en ze vonden mij maar raar. Het was al laat, maar ze wisten niet van stoppen. Groen met een blauwe neus, en ik had geen keus. Het was bijzonder, het was echt wel een wonder. Ja, een UFO die kwam voor mij, jij. Ho, ho. Op dat moment kwam er een vent. Hij was groen en hij droeg een badpak. En hij pakte mijn hand. Ho, ho. Hij zei ga mee en ik oké. Op zijn hoofd stond een antenne. Hij liep door het bos. En ik was de klos. En na een uur, een lange trip, kwamen wij bij zijn ruimteschip. Ik dacht ik ben er geweest, maar het bleek een groot feest. Het was geweldig, al die buitenaardse wezens. We waren nog lang niet thuis, slechts eentje belde naar huis. Tot in de morgen, tot de vogels gingen fluiten. Weer op het gaton. Het was bijzonder, het was echt wel een wonder. Ja, een UFO die kwam voor mij, jij. Oh, oh. Het was bijzonder, het was echt wel een wonder. Ja, die UFO en het feest. Oh, oh. Jampie. Ja, wat is er? Ik geloof helemaal niks van dat verhaal van jou. Oh nee? En ik weet nog wel wanneer dat was. Oh, wanneer dan? Volgens mij was het mei op de barbecue van je ouders. Toen jij maar niet kwam, want je was al te laat. Oh, was dat toen? Dus...